Beatrix. Je staat. Waar je staat. Door wat je hebt meegemaakt. Het mag niet baten. Ze zullen over me blijven praten. Verhalen van het verleden. Aangedikt met leugens. Die mij achtervolgen tot in het heden. Er is één roddelaarster die mij het meeste raakt. Ik vraag mij af of zij dan zo weinig heeft meegemaakt. Ik betaal haar met gelijke munt terug en noem haar in mijn manuscript Beatrix. Naar haar uiterlijke verschijning genoemd, haar bekakte uitstraling dus. Ik heb haar niks gedaan en toch zal Beatrix met haar geroddel ongestraft door kunnen gaan. Ik wilde dat smaad strafbaar was, maar ze maakt het ongrijpbaar door geen bewijs te geven en het te ontkennen, uitgekookt als ze is, slash was. Maar van een vriendin die inmiddels is overleden, weet ik wat ze van me zegt. Want die vriendin vroeg naar mijn versie. Kan die Beatrix haar tijd niet beter besteden? Beatrix, houd met dat geroddel op en houd voor één keer eens je lege kop. Kijk verder op placilla.com/Bina Jones of kijk op binajones.nl. Kijk snel, dank u wel. Dank u wel en kijk op binajones.nl. Binajones.nl, binajones.nl, kijk snel en dank u wel. Hiep hoi!